Homo ex Machina van Mathieu Klomp is de nieuwe tentoonstelling van Oda Park in Venray. Ze bestaat uit twee monumentale kunstwerken van mensfiguren, waarvan er één ter plekke wordt gemaakt en eind mei helemaal klaar is. De titel Homo ex Machina, dat slaat op, je hebt de term Deus ex Machina, dat is een term die gaat over het is een soort verhaalaspect, hoe je een verhaal goed kan breien of tot iets slechts kan laten lopen. En de relatie met mijn werk is dat het in mijn werk altijd gaat over een soort verhalende sfeer, maar zonder dat ik echt een verhaal heb. En Deus betekent dan God, maar in mijn geval homo is mens. Mijn beelden gaan altijd over de mensheid of het mens zijn en hoe we van dingen verhalen maken, maar ook weer vermengd met onbenullige dingen, en dat komt allemaal samen in mijn werk. Verhaal tussen aanhalingstekens, dat ontstaat eigenlijk tijdens het proces, of eigenlijk tijdens dat de toeschouwer het ziet. Ik breng gewoon allerlei elementen samen, en vaak is dat ook door toeval of soms door nood gebonden, dat ik op de een of andere manier constructietechnisch iets moet maken en dat voor het beeld ook weer gevolg heeft, dat het er anders uit gaat zien, en dan wordt dat ook weer een verhalend element, en op die manier wordt het eigenlijk een soort collage van allerlei elementen, en dat ik breng dat op een manier samen dat het voor mij intuïtief, gevoelsmatig iets een bepaalde lading heeft, zonder dat ik echt letterlijk nadenk over van wat betekent het of is deze figuur goed of slecht. Dat laat ik altijd heel erg in het midden. De materialen die je gebruikt, wat kun je er iets over vertellen? Het materiaal wat ik gebruik is palletfolie. En dat is eigenlijk hetzelfde als vershoutfolie, wat je om een boterham doet. En ik smelt het met een schildersfeun. En het is voor mij een heel mooi materiaal, want je kan er heel snel mee werken. Het heeft echt een soort grofheid ook. En ik kan het zelf zo grof laten of zo verfijnd maken als ik zelf wil. En ik vind vaak die grofheid vind ik juist mooi, dat het een soort expressie erin brengt. Je hebt vandaag de officiële opening. Wanneer denk je hiermee klaar te zijn? Vandaag staat dan de opening op het programma. Maar dat is nog niet het belangrijkste moment, want dat is de afsluiting. En dan zal ik, dat zal 28 mei zijn. En dan ga ik dit werk wat ik hier nu heb staan, ga ik helemaal netjes installeren. En ga ik een nieuw werk maken, en dat is dan hopelijk ook tegen die tijd af. Ja, er komen ook nog leerlingen van scholen voor workshops. En ik heb begrepen dat er iets van 10 of 12 workshops op het programma staan. Dat verraste mij ook, maar ik vind dat hartstikke leuk dat er zoveel animo voor is. En dat gaan we gewoon verspreid over de tijd tot en met mei gaan we die inplannen. En dan ga ik mijn techniek aanleren en gaan eens kijken wat de leerlingen ermee maken. Ja. Deze tentoonstelling, is hier nog op andere plaatsen te bezichtigen? Dit werk en het werk wat ik nu ga maken, dat is ook nog te zien in het Centraal Museum. Dat is begin juni gaat dat zijn, en dat loopt tot en met augustus in ieder geval. Dus in de zomermaanden dan is dat nog in het Centraal Museum in Utrecht te zien.